Als leidinggevende wilden we onze medewerkers het zonnetje zetten. En zij zijn de Carlossen van de Ganshoek, het Antonius Abt en van Vredenberg. En elke dag maken zij wel iemand blij of gelukkig. Alleen dat weten we vaak niet van elkaar. En dat delen we ook niet met elkaar. Vooral de balans tussen humor en een stukje toch zijn eigen verhaal, niet te zwaar. Ja, daar laten we het bij, daar kom ik nooit meer over. Wat eten we vanavond? Door met Jaap vandaag dat verhaal te horen, denk ik dat een ieder heel duidelijk op zijn netvlies heeft wie Carlos is, wat Carlos is, wie jouw Carlos is en of jij Jaap bent. En ik weet niet of jullie dit op jullie manier ook herkennen, maar voor mij voelde het alsof ik op dat moment in een trein gestapt ben. Op dat moment in mijn leven ben ik in die trein gestapt en die trein is de toekomst ingaan. Denderen. En op een gegeven moment, ik was alleen nog maar aan het denderen. Ja, heel bijzonder. Ik had het niet verwacht dat dit zo zou gaan. Het verhaal van die man, dat hij zowel met humor als met zijn eigen verhaal toch zo het publiek weet te trekken, hè, de mensen van de zorg. Ik was er heel erg stil van. Ik vind het super. Als ik die man hoor praten, dit is de tweede keer dat ik hem zie, hij roept altijd iets op bij mij. Hij maakt iets wakker. Hij laat mij altijd steeds beseffen dat kleine dingen veel belangrijker zijn als wat ik in mijn werk vaak in de gaten heb. Ik wacht ook totdat hij bij me is. Eerst zo'n klein golfje, zo'n middelmatig golfje. Totdat die grote jongen recht voor mijn neus staat. Vanuit stand duik ik vol enthousiasme dat water in. Ik duik door die golf heen. Ik klap met mijn hoofd tegen de zeebodem aan. Ik hoor krak. Ik breek mijn nek. Ik kan niets meer bewegen. Ik neem mee dat ik dichter bij mezelf mag zijn. Ik neem mee dat ik inspiratie voor een ander kan zijn. En ik neem vooral mee dat leven heel kort is. En toen kwam Carlos. Carlos is de broeder die hier naast me op de foto ziet staan. Ik kan met recht zeggen dat hij voor mij het verschil gemaakt heeft. En we hopen dat mensen geïnspireerd zijn, dat ze trots zijn op zichzelf en dat ze vooral met elkaar gaan genieten van hun eigen momenten. En dat, of je ze Carlos momenten noemt of andere momenten. Want weet je wat het mooie is? Die Carlos, die zit al lang in jullie. En ieder van jullie hier zit een Carlos. Ik wil iets bewerkstelligen, dat mensen een glimlach of een herkenning hebben, een lichtpuntje in de ogen. Ja, dat is mijn Carlos moment. Iedereen die hier binnen zit, jullie, misschien zelfs juist jullie, kunnen allemaal op je eigen manier dat verschil maken. En dan loop ik naar iemand bed en dan zeg ik goedemorgen en ik kijk die aan en dan leg ik twee handen zo op het gezicht. Dan heeft ze zoiets van woe! En is gelijk wakker en heeft ze van, oh, jij bent het. Ja, wat zullen we vandaag eens eten? En dat vind ik ook wel een leuk momentje. Op het moment dat wij hem verzorgd hadden, toen zeiden ze tegen ons, ik vind het zo mooi, want jullie kennen mijn vader echt. Want wij waren niet vergeten om zijn zakdoek in zijn hand te stoppen. En voor de familie was dat het kennen van hun vader. En dat was voor ons het Carlos-moment. Ja, ik vond het heel erg indrukwekkend en het kwam echt wel heel erg binnen. En ik zal nooit vergeten wat hij op dit moment tegen mij zei. Hij zegt, Jaap, je zegt wel overal dat ik jouw leven zo veranderd heb. Jij hebt de mijne ook veranderd. Het is een hele mooie avond geweest, hoe dat die man kan vertellen en dat het gaat om het contact met de mens, van mens tot mens. En dat het daarom gaat in het leven. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Dan hoop ik dat we met vanavond mensen meegegeven hebben en dat ze morgen dat direct toepassen.
En dat wij als leidinggevende hun daar gewoon in mee helpen en dat wij daar ook bij stilstaan en dat we daar ook aandacht aan besteden.